Voor mij betekent het dat je bij McCall echt gewoon, dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ons eigen plan betekent dan dus dat je zult moeten groeien. Zijn er nou investeerders die juist aanhaken op dat cultuurverhaal? Uiteindelijk hebben we met Everdon een investeerder gevonden die echt op dat plan intekent. Dat je met elkaar dat aan het bereiken bent, dat is wat mensen echt drijft. Wat komt erbij kijken om je bedrijf, een unieke combinatie van een system integrator en een digitaal bureau, te laten uitgroeien van een bedrijf van nu zo'n 350 medewerkers naar een toonaangevend Europees speler met zo'n 1000 medewerkers? En dat dan ook nog in een jaartje of 4. Hoe zorg je dan voor voldoende groeigeld? Hoe zorg je dat je je bedrijfscultuur op orde houdt? En bovenal, hoe geef je leiding aan zo'n proces? Ik ga in gesprek met de CEO van McCall, William van der Pijl. William, van harte welkom. Dank je. Dat is een aardige samenvatting van waar we het over gaan hebben, volgens mij. Ja, ambitieuze plannen. Voordat we daarop inzoomen, vertel eens in het kort voor de mensen die McCall niet kennen, wat jullie doen. Nou, McCall is, je zei het al bij je introductie, hè, een mooie combinatie tussen een digitaal bureau en een system integrator. Ja. En dat betekent zoveel dat we eigenlijk alle creatieve dienstverlening kunnen leveren die digitale bureaus kunnen leveren. En aan de andere kant ook, zeg maar, de hele technische achtergrond daarbij hebben als een system integrator, waardoor wij het volledige palet kunnen leveren aan onze klanten op het gebied van digitale transformatie. Klinkt als twee bloedgroepen, zeg maar. Aan de ene kant de creatieve geesten en aan de andere kant de zware techies, zeg maar. Zeker, zeker. Nou, het is ook niet voor niks dat vaak bedrijven focussen op de ene kant of de andere kant, hè, omdat inderdaad die bloedgroepen vaak vrij verschillend zijn. Mm-hmm. Maar wij geloven juist in de combinatie daarvan. Hè. Als ik het nog wat extremer trek is van digital agency, dat gaat toch eigenlijk over de customer experience dromen die bedrijven graag willen creëren. Ja. Maar om die te kunnen realiseren, zul je ook echt wel flink diep moeten kunnen gaan in de technologie. En ik denk dat juist die tak die wij als de system integrator kant ook duidelijk hebben, het juist mogelijk maakt om dat ook te realiseren. Dus wij geloven heel duidelijk in die combinatie van die twee. Hoe is die verdeeld qua aantal mensen, zeg maar, ongeveer binnen de organisatie? Ik denk dat je op dit moment moet zeggen dat er zo'n 30-40% aan de kant van de digital agency zit. En 60% aan de andere kant. Dus je ziet dat steeds meer eigenlijk in balans komen. Nou, daar draagt de acquisitie die we vandaag aangekondigd hebben natuurlijk heel duidelijk aan bij. Hè. Ja, NetScan. NetScan, ja. Dat zijn gelijk 100 mensen of 100 medewerkers extra die juist op het gebied ook van de digital agency kant werkzaam zijn. Mm-hmm. Een andere manier om daarnaar te kijken, hè? Want je kunt zeggen de customer experience kant is een vrij brede groep. Als je echt naar de creatieve kant kijkt, dan is dat op dit moment zo'n 25-30% van het bedrijf. Mm. En 70% zit meer aan de implementatiekant van die de concepten die we ontwikkelen. Dus even commercieel gezien, zeg maar, je smult zowel van de marketing euro's, zeg maar, van klantzijde als van de IT-budgetten. Zeker, ja. Oké. Een hele duidelijke technische productkeuze, al jaren eigenlijk, want McCall bestaat al lang. Microsoft en Sitecore, kun je daar in het kort iets over vertellen waarom die keuze? Nou ja, McCall bestaat sinds 1994 hè? Ja. En eigenlijk al vanaf het begin, dat is ver voor mijn tijd, werd de keuze gemaakt om op Microsoft te focussen. En eigenlijk daar zit de filosofie achter dat we heel graag goed willen zijn in de technologie die wij gebruiken bij onze klanten. Om ook juist in deze tijd, hè, waar het voor klanten heel cruciaal is, wat de dingen die wij doen en die er echt toe doen voor de klant. Mm. Dat je ook kan schalen, dat je diep kan gaan, dat je ook de complexere trajecten kunt doen. Mm. En de keuze van Microsoft is daarin natuurlijk een vrij solide keuze, waar Microsoft als platform en als IT-partner natuurlijk heel breed in de markt aanwezig is. Mm-hmm. Daarnaast zie je dat Microsoft heel duidelijk een gat laat vallen op het gebied van customer experience. Alles met de online kanalen is eigenlijk iets waar Microsoft zich niet zo heel erg op gericht heeft de afgelopen jaren. En daarvan hebben we gezegd, nou, willen we wel heel duidelijk ook aan onze klanten kunnen leveren. Als digital agency heb je dat natuurlijk nodig. En daar komt eigenlijk Sitecore als technologiekeuze vandaan. Noemen ze een paar klanten. Dat is altijd lastig, want dan als je met er een noemt, vergeet je weer een ander, zeg maar. Ja, nou, bijvoorbeeld in Nederland doen we veel voor Heineken, maar ook Volkswagen, Pond Financial Services is een belangrijk klant. Er zit ook veel aan de verzekeringen, de zorgverzekeringen met een Univé. Bijvoorbeeld als grote klant waar wij veel voor doen. Veel A-merken. Ja, ABB, maar ook in Duitsland bij Henkel doen wij veel dingen. Volkswagen, Smits Cargo Bull. Dus eigenlijk wel heel veel verschillende merken.
En eigenlijk ook wel over een aantal verticals verspreid. Waarbij we eigenlijk alleen zeggen, nou, dat de kant van de public sector, laten we daarin wat meer links leggen, liggen. Nou, daar valt nog wel wat te winnen. Daar valt zeker wat te winnen. Als het gaat om ICT. Daar is jullie kennis wel nodig, ja, hoor, kan ik je zeggen. Maar daar waag je je niet aan. Nee. Maar goed, zeker op het gebied van Microsoft-technologie zijn veel van onze concurrenten, die richten zich daar wel op. Ja. En wij zien gewoon dat we als bedrijf qua cultuur veel beter bij de commerciële sector passen. Ja, ja. En daar veel meer een match hebben met de cultuur die we als bedrijf hebben. En daarom krijgen we ook ons daarop. Zometeen meer over die cultuur. Hè? Ja. Want jullie zijn ook Great Place to Work. Dat is belangrijk voor jullie, hè? Bedrijfscultuur en hoe jullie dat inrichten. Maar eerst even die groei. Want de ambitieuze plannen. Er is ook geld aangekomen. Want dat kun je niet helemaal uit eigen zak betalen, zeg maar. Nee. Leg eens even uit hoe dat proces werkt en hoe jullie dat inrichten. Nou, laat ik even aan het begin van het proces beginnen. Ja. Dan. Misschien is dat wel goed om dat even uit te leggen aan je. Eigenlijk hebben we gezegd, joh, de cultuur die we bij McCore hebben, en eigenlijk al jaren hebben, die is belangrijk voor ons. Dat is ook de reden waarom wij denken dat medewerkers vrij lang bij McCore blijven. Mm-hmm. En het ook leuk is om bij McCore te werken. Nou, het zal je niet verbazen dat als je in de huidige markt kijkt op dit moment, wordt er veel geconsolideerd, hè? Veel overnames worden er gedaan. En er zijn allerlei soorten overnames denkbaar, maar ja, ook grote. Hè? Je ziet een aantal partijen worden overgenomen, de grote internationale multinationals. Ja, en dan ben je ineens in plaats van een bedrijf van 200 man, een bedrijf van 100.200 man. Ja, dat doet veel met je cultuur. Mm-hmm. Dus om daar nou eigenlijk een antwoord te hebben vanuit ons perspectief, hebben we gezegd, nou weet je, als wij nou gewoon zelf een plan ontwikkelen dat wij mee gaan spelen in wat er op dit moment in de markt relevant is. En dan zien we eigenlijk aan de kant van de klanten dat die op zoek zijn naar wat grotere, schaalbare partners. Hè, dan hoeft het niet 5000 man te zijn, maar wel iets meer dan 100 of 200. Ja. Om te zorgen dat die business-kritische projecten die wij dan doen, dat je daar ook voldoende mankracht kan leveren. En ook op het moment dat er even wat meer nodig is. Mm-hmm. Je ziet het eigenlijk ook aan de kant van onze partners. Microsoft en Sitecore die zeggen, ja, we willen eigenlijk met minder partners meer van de markt bedienen. Daar komt eigenlijk onze strategie vandaan om te groeien. Dus wij weten, om eigenlijk onze cultuur te kunnen handhaven, zullen wij als bedrijf moeten groeien, zodat we in de markt relevant blijven en ook een goede partner blijven van onze klanten. Ja. Nou, ons eigen plan betekent dan dus dat je zult moeten groeien. Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk eigenlijk al sinds 1994 organisch gedaan. Hè? Tot 2-3 jaar geleden. Toen hebben we een eerste acquisitie gedaan in Duitsland. En wij zien een acquisitie echt als een manier om om een gat in te vullen wat we op dat moment nog niet hebben. Hè. Het organisch groeien blijft de basis. Okay. Nou goed, als je een acquisitie wil doen, zul je de bijbehorende middelen moeten hebben. Mm-hmm. En daarvoor zijn we ook echt op zoek gegaan in de markt. Van, hè, zijn er nou investeerders die juist aanhaken op dat cultuurverhaal? Dus aan de ene kant zeggen, nou, we begrijpen dat die cultuur niet alleen mooi is voor de mensen om in te werken, maar ook heel duidelijk een motor is van het succes de afgelopen jaren. En daarmee ook een heel duidelijke motor kan zijn voor het succes de aankomende jaren. Mm-hmm. Nou, daarmee zijn we de boer op gegaan. We hebben heel veel verschillende investeerders gesproken. Van allerlei pluimage. Hè. Kun je je voorstellen dat er natuurlijk ook nogal wat verschillen zijn. En uiteindelijk hebben we met Everdon een investeerder gevonden die echt op dat plan intekent en ook echt begrijpt van dat het ons uiteindelijk om die cultuur te doen is. En waarom hebben zij het gedaan? Om uiteindelijk weer te exiten, neem ik aan? Elke investeerder stapt uiteindelijk in om er ergens een investering te laten renderen. Dat geldt voor Everdon natuurlijk niet anders. En dus nu groeien. Mm-mm. Ja. En hoe belangrijk is die Europese groei? Die is belangrijk omdat wij gemerkt hebben, eigenlijk zowel bij klanten als bij onze partners, dat daar de nadruk op ligt. Ja, dus aan de ene kant heb je de hele grote partijen die wij spreken global kunnen schakelen met bijvoorbeeld de Microsoft en Sitecore. En aan de andere kant heb je de hele kleintjes, hè, die heel lokaal in de markt liggen. En wat wij eigenlijk proberen te doen is de kwaliteit leveren van die grote spelers die dat kunnen leveren. Maar aan de andere kant ook de flexibiliteit hebben en de pragmatisme die juist die kleine spelers in de markt brengen. We hebben al bijvoorbeeld een Neerso-locatie zijn we gestart in Litouwen. Mm-hmm. Daar zitten inmiddels 35 man. En we hebben al een keer een acquisitie gedaan in Duitsland. Hè, nadat we daar eigenlijk organisch zijn begonnen, al een eerste beginnetje gemaakt hebben met een aantal klanten zijn gaan samenwerken, hebben we uit eind 2019 al een acquisitie gedaan in Duitsland. Mm-hmm. B+D Interactive overgenomen. Een heel duidelijke digital agency, echt volledig aan de creatieve kant. Ja.
En daar nu echt stappen aan het maken. En nu met de investeerder aan boord kunnen we daar nu de vervolgstappen aan geven. En dat betekent zoveel als dat we de aankomende jaren op punten waar wij denken dat er echt eigenlijk een gat zit in onze dienstverlening in een bepaalde markt. Dat we daar kijken hoe we die kunnen invullen met een acquisitie. Maar wel heel duidelijk met het perspectief dat we wilden onze cultuur behouden. We bouwen ook echt één coherent bedrijf. We zijn wat dat betreft behoorlijk kieskeurig in de markt. Dus we kijken echt naar bedrijven die van oorsprong in hun cultuur al heel dicht tegen die van McCall aan liggen. Ja. Beschrijft die eens die cultuur? Wat maakt die zo uniek? Ja. Nou is die natuurlijk altijd lastig te beschrijven in een paar zinnetjes. Hè? Dus ik ga een poging wagen. Nou, laat ik me even focussen op wat het voor mij betekent. Ja. Ik denk voor mij betekent het dat je bij McCall echt gewoon dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Dat er transparante en open sfeer heerst. Hè? Ook in bijvoorbeeld de communicatie die ik doe samen met mijn collega vanuit de directie. Nemen we mensen echt mee in alles wat we doen. Ook dingen die nog niet zeker zijn. En daarnaast, en dat hoor ik ook vaak terug van mensen. Hè, want we gaan best wel eens wat medewerkers weg. Gelukkig komen ze vaak ook na verloop van tijd weer terug. En zei ze, ja, maar we willen heel die sfeer waarin we bij McCall werken, dat je echt dingen samen bereikt. He, dus niet het individualisme of alleen maar de focus op zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst maken, maar echt proberen iets te bereiken. Het gevoel dat je toegevoegde waarde hebt bij je klanten, dat je met elkaar dat aan het bereiken bent, dat is wat mensen echt drijft. Wat staat er op die roadmaps van jullie klanten de komende jaren? Van de klanten? Ja. Ja, nou, ik zie wel een onderscheid tussen de Nederlandse en Duitse markt, maar ik zal eerst even op de Nederlandse markt gaan. Ik denk dat, als je een beetje aan de basis begint, is wordt de consument natuurlijk steeds veel eisender. Hè? Verwacht van eigenlijk van alle bedrijven dat ze snel meeschakelen, de ideale customer experience hebben ontworpen en dat alles naar mij toe komt zoals ik het graag zou willen hebben. Nou, de praktijk is natuurlijk vele malen weer barstiger dan dit. Als je dan kijkt wat zit daar dan achter, hè, dan denk ik dat in de B2C-markt bedrijven al best wel veel zijn, ver zijn op online kanalen en dat soort zaken. Maar daar is het data, wat natuurlijk echt aan de orde van de dag is. Ja. En aan de andere kant natuurlijk heb je dan te maken met hoe je met security omgaat, hoe je met privacy omgaat. En dat zijn dan aanvullende dienstverleningen. Hè, waarbij security ook een onderwerp is wat eigenlijk in de hele breedte. En natuurlijk hangt dat heel dicht tegen data aan. Maar ook de hele gang naar de cloud legt de nadruk daar meer op. En als ik heel eerlijk ben, zie ik ook dat Microsoft daar een steeds belangrijkere rol in begint te spelen. Waardoor het ook voor ons relevanter wordt bij klanten. Ja. Want de keuze voor specifieke technologieën heeft voordelen. Maar het nadeel is ook dat op het moment dat daar de oplossingen niet zitten, dan kom je daar niet direct mee in aanraking. En cybercrime, is dat ook een belangrijk aspect? Want jullie doen natuurlijk heel veel voor klanten. Jullie gaan diep de organisatie in, zeg maar, met jullie applicaties. Ja. Ja, nou, toevallig hebben we net een aantal weken geleden aangekondigd dat we een samenwerking met Northwave op dat gebied gaan opzetten. Nou, dat is een van de vooraanstaande bedrijven die zich met cybercrime bezighouden. Eigenlijk vanuit het perspectief dat we zeggen, nou, ik heb je al aangegeven dat we graag de beste willen zijn op de technologieën waar onze diensten op leveren. Nou, je moet ook fair zijn, denk ik, om vast te stellen waar je niet de beste in bent op dit moment. Nou, cybercrime is duidelijk een onderwerp die we wel veel zien bij onze klanten, maar die echt een behoorlijke specialisme vereisen. En nou, dan vinden wij het een beter idee om te gaan partneren met een bedrijf die daar echt vooraanstaand in is. Ja. Dat doen we dus ook met Northwave. Die heeft gelukkig zelf ook een aanwezigheid in de Duitse markt. Dus dat kunnen we zowel in Nederland als in Duitsland opschakelen. Wat is het grote verschil met Duitsland? Nou, eigenlijk, het is altijd lastig om dat hardop uit te spreken. Zeker als er Duitsers bij zijn. Maar in de Duitse markt dan is de hele digitalisering loopt gewoon een jaar of 3 tot 5 achter op wat er in Nederland vrij normaal is. Dat is ook een voordeel. Dat is een enorm voordeel. Ja. Dan weet je wat er gaat komen. Een enorme kans. En dat is ook de reden waarom wij vrij snel in Duitsland eigenlijk voet aan de grond hebben gekregen. Tot slot, mocht er nou professionals zitten te kijken en autonome groei blijft ook belangrijk. Heb je nog mensen nodig eigenlijk? We hebben altijd mensen nodig. Wat mis je met name? Of waar zit de krapte? Ja, de grootste krapte op dit moment zit op het gebied van data. Data is een... Maar echt de codekloppers of de analisten? Of de informatie? Eigenlijk over de hele linie. Hè? Data engineers, programmeren in R, echte data scientist. Eigenlijk over de hele linie zien we dat wel. Als ik eerlijk ben, zie ik op het gebied van kunstmatige intelligentie echt de bovenkant hiervan. Daar hoor je het meest over. Maar daar is eigenlijk de daadwerkelijke vraag in de markt nog vrij gering van. Ja.
Maar we zien eigenlijk over de hele linie dat de vraag hier veel groter van is dan het aanbod. Mm-hmm. Dus daar zeker. Maar eigenlijk kunnen wij op alle gebieden mensen gebruiken. Hè. We hebben ook altijd wel op alle gebieden vacatures openstaan. Mm-hmm. Omdat we zijn aan het groeien. We hebben nog steeds meer vraag dan we gemiddeld gesproken aankunnen. Ja, geweldig. En dat betekent dat we altijd openstaan voor nieuwe mensen. Jij gaat je niet vervelen de komende jaren. Ik ga me zeker niet vervelen. Nee, op naar de 1000 man. En dankjewel voor dit gesprek. Leuk, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek op CVD-TV. En wil je meer kijken, blijf dan gerust gewoon zo zitten. Over een paar seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.